Hallo riviervrienden, hoe is het met jullie? Hier is hij. Goed. Ja. Ja. Maandag is nooit helemaal mijn dag. Hè? Het is toch dat je dan wakker wordt en dat je denkt, godverdomme, het weekend is afgelopen. Het is niet helemaal... En dat het wekkertje zo begint te krijsen om 7 uur. Goed. Toch even een paar boterhammetjes smeren voor mijn kinderen. Hè? Ik ben een lieve huisvader. Dat weet bijna niemand. Wat zit er onder de douche? Wat heeft ons dat met je opgestuurd? Laten wij gaan kijken. Ik ben nog zo benieuwd. Eigenlijk ben ik niet benieuwd. Ik zal ook uitleggen waarom ik niet benieuwd ben. Omdat ik namelijk weet dat eronder zit. Ja, het concept stort nu in elkaar. Maar ik heb dit opgestuurd gekregen. En ik krijg soms dingen opgestuurd. En meestal vind ik het leuk. En heel vaak niet. Let op. Er zit een briefje bij. Beste Jan, dat ben ik. Hier bij de Oppeppertjes. Het heeft een tijdje geduurd, aangezien ik hard heb gewerkt aan een nieuw assortiment. Jij bent een van de eerste die er mag proberen. Het zou je verrassen. Ik kijk uit naar je review. Groetjes. Nou, Oppeppertje. Ik vroeg me dan af wat het is. Nou, het lijkt net of ik een aantal kogels uit de zakje haalde, dat de kogelbrief was, maar dat is het dus niet. Dit is dus een oppeppertje. Ja, wat is het? Het lijkt op, nou ja... Het lijkt op van alles en nog wat, maar ik weet niet helemaal wat dat is. Maar dit is in ieder geval oppeppertje meloen, oppeppertje aardbei, oppeppertje wintermint, god nou weet wat dat is trouwens, oppeppertje tropisch, oppeppertje citrus en oppeppertje gewone mint. Wat het verschil is tussen wintermint en gewone mint, dat weet ik dus helemaal niet. Maar ik weet wel meer niet, want het lijkt nu net... Ja, kleine kaboutervibratertjes. Zwarte OB's. Kogels. Het kan alles zijn. Maar dat is het dus niet, het is een oppeppertje. Ik vraag me af wat het is. Dit is een oppeppertje aardbei. Ik ga eerst even kijken of ik het plasticje eraf krijg. Nee. Even kijken, oh, ik ben niet altijd zo, oh, dat kan hier. Er is er verschrikkelijk onhandig in. En is er, godverdomme. Auw. Jezus. Hoe krijg je dit eraf, man? Even voor de handigheid iets erbij gepakt. Dat zou misschien kunnen helpen om het sneller te laten gaan. Nou, tot nu toe niet. Echt. Oké. Ja, dit duurt 3 uur voor alles. Maar wat is het? Nu snap ik er echt helemaal geen reden van. Oh, het stinkt dus. Wacht even. Schud de stik. Draai de huls eraf. Inhaleer zachtjes via elk neusgat. 1-2 seconden, geniet van een verfrissende sensatie. Het is een neusnuiver. Ik haal eerst wel even alle plasticjes af, anders wordt dit een soort speelfilm. Dan zijn we over 1,5 uur nog steeds niet klaar. Het is zover. Ik heb de cellofaantjes er een beetje afgehaald. Ja, als jij mij iets opstuurt, zodat ik het kan reviewen, zodat ik kan zeggen dat het leuk of lekker is of wat dan ook. Dit helpt niet. Dit helpt niet. Ik ben nu een minuut bezig met die klote cellofaantjes. Ik had hier de aardbei. Oppeppertje, even schudden en dan moet ik het in mijn neus gaan doen. Ja, ik denk als ik het dus alle 6e geuren gedaan heb, dat ik mijn neus weg ga flikkeren. Het grote voordeel is dat ik de laatste tijd heel weinig ruik door die corona. Dus. Oh. Nou, het is inderdaad wel fris. Het is een oppeppertje. Want het is heel fris in je hoofd. Goh, de aardbei. Ik vind aardbei nooit lekker. Dan weer de citrus. Nou, lekker zeg. Oh, ja. Oh, de citrus vind ik ook niet lekker. De citrus, het is wel erg fris, want er zit natuurlijk allemaal mint in. God, wat een kleine lettertjes, even kijken hoor. Ja, allemaal menthol, mint, pepermuntolie. Nou, even wachten hoor, vind ik de citrus nou vies of niet? Nou, vind ik zo heel vies trouwens. Dan hebben we de tropisch. Oppeppertje tropisch. Ik weet niet of ik dit overleef, joh. Tropisch is lekker hoor. Wel een beetje raar, maar wel lekker. Dus... Oppeppertje, ja, mint, dat is goed. Mint en mint. Oppeppertje meloen. Ja, de mint hou ik achter, want die zal wel het meest, zeg maar, pittig zijn. Daar wil ik aan het worden. Maar die zal wel het meest pittig zijn. En dan ruik ik helemaal geen meloen meer. Dit is watermeloen, dat ruik ik nu al. Ja hoor, meloen. Ik weet niet of het verstandig is om zoveel achter elkaar oppeppertjes te snuiven. Denk ik. Mijn neus en mijn geur, hoe heet het, mijn geurzenuw, die is in de ballen geraakt door de corona. Dus af en toe ruik ik niet of slecht of wat dan ook. En nu gebeurt het dus dat ik achter elkaar oppeppertjes naar binnen zit te snuiven. Wat ik overigens, die ik allemaal wel ruik. Dus misschien zou je het zelf nog coronatherapie kunnen noemen, deze dingen. Maar al die geuren door elkaar heen, mijn geurzenuw in mijn hersenpan, die zegt nu... Waar ben je nou mee bezig, Janus? Ik probeerde al maanden de boel op een rijtje te brengen. En nu zit je achter elkaar hele moeilijke geuren naar binnen te snuiven. Gaat wel goed met je vriend. En het antwoord erop is... Nee, af en de munt. Ja, die is natuurlijk... Lekker vis, ik hou dan van de munt, vind ik dan het lekkerste. Maar de wintermunt, wat de hel is wintermunt? Mijn neus begint nu ook te branden. Ja, wat is de wintermunt? Weet ik niet, die is wel, ruikt iets anders. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de mint voor me het frisste vind, het lekkerste vind. Maar... ik heb er helemaal wel een loopneus van. Tijd voor de cijfertjes. Voor de oppeppertjes die ik opgestuurd heb gekregen. Van ene Mees. Hartstikke leuk, Mees. Ja, het doet pijn. Maar dat heeft met de hoeveelheid te maken, denk ik. Oké, de minst lekkere vond ik... Even kijken hoor. De citrus. De citrus oppeppertje vond ik minst lekkere. Want die ruikt niet echt naar citrus. Dat is een beetje een vies geurtje. Dus die kreeg van mij een 4. Tropisch vond ik daarna niet zo lekker. Die krijg van mij een 5. Even kijken hoor. De aardbei is altijd met de aardbei. Is chemisch. Maar die is oké. Die krijgt een 6. De watermeloen is ook oké. Die krijgt ook een 6. Oppeppertje mint. En oppeppertje wintermint. Wat het verschil is mag Jozef weten. Dat vind ik gewoon echt lekker. Die krijgen allebei van mij een 8. Ik raad jullie aan, als je lekker een frisse neus wil hebben, een oppeppertje, dat je een oppeppertje bestelt. Ik raad niet aan om, net als ik, 6 verschillende soorten in 2 neusgaten te spuiten. Want mijn neus wil op dit moment afscheid van me nemen. Die is er klaar mee. In ieder geval, oh ja, en ik word hier niet voor betaald. Dus niet zeiken, hij wordt betaald voor het ding in zijn neus te steken. Nee, was het maar zo. God, zeg maar, dan sloeg het toch ergens op. Nou, toch.